Waarom drink jij water? Ik drink water omdat ik dorst heb. Welkom bij Start to Dutch. Vandaag kijken we naar de conjuncties want en omdat. Luister en herhaal. Dag Nora. Dat gaat niet. Waarom leer jij Nederlands? Ik studeer Nederlands omdat ik met mijn man Nederlands wil spreken. Is jouw man een Belg? Nee, hij is een Nederlander. Maar wij wonen in Oostende omdat mijn man hier werkt. En waarom leer jij Nederlands? Ik werk in een winkel. Ik leer Nederlands omdat ik de klanten wil begrijpen. Dag Jean, leer jij ook Nederlands? Ja, ik leer Nederlands, want ik wil vlot met mijn buren kunnen communiceren. Hey, hoe ben jij naar school gekomen? Ik heb vandaag de bus genomen, omdat mijn auto stuk is. Waarom? Met want of omdat zeg je waarom je iets doet. Maar pas op, met want en omdat gebruik je een verschillende zinsconstructie. Waarom ga je naar de dokter? Ik ga naar de dokter, want ik ben ziek. Na want komt een gewone zinsconstructie. Subject en verbum zijn samen. Ik ga naar de dokter omdat ik ziek ben. Na omdat komt een speciale zinsconstructie. Subject en verbum zijn niet samen. Het verbum staat achteraan in de zin. Waarom drink jij water? Ik drink water, want ik heb dorst. Subject en verbum zijn samen. Ik drink water omdat ik dorst heb. Subject en verbum zijn niet samen. Het verbum staat achteraan. Omdat kun je ook vooraan in de zin plaatsen. Waarom drink jij water? Omdat ik dorst heb. Subject en verbum zijn niet samen. Komma, drink ik water. Pas op, na de omdatzin komt eerst het verbum drink en daarna het subject ik. Want kun je niet vooraan in de zin plaatsen. Want ik heb dorst, drink ik water. Dat is geen goede zin. Fout. Dit mag niet. Met omdat kun je ook een kort antwoord geven. Waarom drink jij water? Omdat ik
dorst heb. Subject en verbum zijn niet samen. Met want kan dit niet. Want ik heb dorst is geen correcte zin. Fout. Dit mag niet. Enkele voorbeelden. Luister en herhaal. Waarom kom jij niet naar school? Ik kom niet naar school omdat ik ziek ben. Ik kom niet naar school omdat ik ziek ben. Waarom heb je een dikke trui aan? Ik heb een dikke trui aan, want het is hier koud. Ik heb een dikke trui aan, want het is hier koud. Waarom ga jij vroeg slapen? Ik ga vroeg slapen, want ik ben moe. Ik ga vroeg slapen, want ik ben moe. Waarom verkoop je jouw gsm? Ik verkoop mijn gsm omdat ik een nieuwe gsm wil kopen. Waarom verkoop jij jouw gsm? Ik verkoop mijn gsm omdat ik een nieuwe gsm wil kopen. Waarom ga je wandelen? Ik ga wandelen, want het is mooi weer. Waarom ga je wandelen? Ik ga wandelen, want het is mooi weer. Oefening 1. Want of omdat. Ik ga vroeg slapen, ik ben moe. Met want of omdat. Ik ga vroeg slapen, want ik ben moe. Na de conjunctie want zijn subject en verbum samen. Want of omdat. Ik mag niet werken, ik ziek ben. Ik mag niet werken omdat ik ziek ben. Bij de conjunctie omdat zijn subject en verbum niet samen. Kies je hier want of omdat? Els heeft een cadeau gekocht. Haar man is jarig. Els heeft een cadeau gekocht, want haar man is jarig. Haar man is subject, verbum is, deze zijn samen bij de conjunctie want.
want of omdat. Het vandaag regent, ga ik met de auto naar het werk. Omdat het vandaag regent, ga ik met de auto naar het werk. Bij de conjunctie omdat zijn subject en verbum niet samen. Je kunt de conjunctie omdat vooraan in de zin gebruiken. Dat is niet mogelijk bij de conjunctie want. Pas op. Als je de zin start met omdat, dan krijg je in het tweede stuk, in de hoofdzin, eerst het verbum en dan het subject, inversie. Eerst ga en dan ik. Omdat het vandaag regent, ga ik met de auto naar het werk. Jan zoekt een andere job. Hij zijn werk niet leuk vindt. Jan zoekt een andere job omdat hij zijn werk niet leuk vindt. We gebruiken hier omdat. Subject en verbum zijn niet samen. Welke conjunctie? De kinderen kunnen buiten voetballen. Het is mooi weer. De kinderen kunnen buiten voetballen, want het is mooi weer. Subject het en verbum is zijn samen bij de conjunctie want. Nora gaat naar de winkel, ze groenten wil kopen. Nora gaat naar de winkel omdat ze groenten wil kopen. Bij de conjunctie omdat zijn het subject en het verbum niet samen. Oefening 2. Maak een goede zin. Ik heb geen les vandaag omdat ziek is de leraar. Ik heb geen les vandaag omdat de leraar ziek is. Nora komt te voet naar school, want woont dichtbij ze. Nora komt te voet naar school, want ze woont dichtbij. Omdat niet goed kan Erik koken, kookt hij nooit. Omdat Erik niet goed kan koken, kookt hij nooit. Ik verkoop mijn oude kleerkast omdat gekocht heb ik een nieuwe kast. Ik verkoop mijn oude kleerkast omdat ik een nieuwe kast heb gekocht. Ik koop deze laptop niet, want te duur is hij.
Ik koop deze laptop niet, want hij is te duur. Ik wil dit t-shirt ruilen, omdat is te klein het. Ik wil dit t-shirt ruilen, omdat het te klein is. Jan maakt een afspraak bij de tandarts, want tandpijn heeft hij. Jan maakt een afspraak bij de tandarts, want hij heeft tandpijn. Ik ga met de bus naar school omdat kan fietsen niet ik. Ik ga met de bus naar school omdat ik niet kan fietsen. Hij wast zijn kleren, want vuil zijn ze. Hij wast zijn kleren, want ze zijn vuil. Wij zoeken een groot appartement, omdat drie kinderen hebben we. Wij zoeken een groot appartement omdat we drie kinderen hebben. Ik neem de trap omdat stuk de lift is. Ik neem de trap omdat de lift stuk is. Els blijft thuis, want gaat niet graag ze op reis. Els blijft thuis, want ze gaat niet graag op reis. Wojtek is moe, omdat heeft hij de hele dag gestudeerd. Wojtek is moe, omdat hij de hele dag heeft gestudeerd. Dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!